We leven nu al enige tijd in de coronaperiode. Het ziet ernaar uit dat dat ook nog wel langere tijd gaat voortduren. Voor mij betekent dat dat de dagen er heel anders uitzien dan voor de coronatijden. Allerlei overleggen, bijeenkomsten zijn gecanceld. In plaats daarvan vanuit verschillende werkplekken, thuis, op het bureau in Den Haag, op kantoor, alleen maar calls in wisselende gezelschappen met wisselende videoconferenciesystemen, waarbij je ook niet weet wat de volgende dag, laat staan de volgende week, gaat brengen. Alle advocatenkantoren hebben last van de coronacrisis, ontegenzeggelijk. De manier waarop ze er last van hebben en de mate waarin zal verschillen, al naar gelang de omvang, al naar gelang de praktijk. Wat ook een zekerheid is, is dat naarmate de crisis langer duurt, er steeds meer kantoren ongemak krijgen van de situatie. En het zal zeker ook zo zijn dat het onvermijdelijk is, zonder aanvullende maatregelen, dat kantoren over 1-2 maanden beginnen om te vallen. De NOVA zet in op een aantal belangrijke speerpunten. In de eerste plaats voor de sociale advocatuur. Daar pleiten wij voor een verruiming van de voorschotregeling, een verdere verruiming van de voorschotregeling. En tegelijkertijd maken wij ons er sterk voor dat er een noodfonds wordt ingericht. Die strijd is nog niet gewonnen, maar die gaan wij wel met overtuiging verder voeren. Daarnaast is het strikt noodzakelijk dat de generieke overheidsmaatregelen ook worden opengesteld voor advocatenkantoren. Dat is nu nog niet over de hele linie zo, maar daar is eigenlijk geen goede reden voor wat ons betreft. Dus wij als Nederlandse Orde van Advocaten zetten ons ervoor in dat die generieke maatregelen ook in brede zin voor de advocatuur gaan gelden. Er zijn vele overleggen gaande. Wij krijgen ook als Nederlandse Orde van Advocaten de signalen van de lokale orders door. De Nederlandse Orde van Advocaten doet dat op centraal niveau, waarbij de doelstellingen elkaar grotendeels overlappen. Maar waarbij wij toch ook wel merken dat het nodig is dat wij aandringen op een oplossing die goed uitpakt voor de advocatuur, maar in het bijzonder voor de rechtszoekenden. En het blijkt wel nodig dat wij daar toch op hameren en met regelmaat aandacht voor vragen. De website van de Nederlandse Orde van Advocaten kent sinds een aantal weken een aparte coronapagina. Op die pagina worden steeds de nieuwste ontwikkelingen rond het coronavirus en de impact die dat heeft op de advocatuur vermeld. Het zijn in deze coronacrisis onwerkelijke, ontregelende en voor velen van ons ook beangstigende tijden. Dat geldt zeker ook voor de advocatuur. Mijn eerste boodschap aan u is: blijf gezond, houd moed, er komen betere tijden.